Na een lange hongerwinter komt in het voorjaar van 1945 de bevrijding van Zeist dan toch dichterbij. In april wordt Oost-Nederland bevrijd. De geallieerden ontzetten Arnhem en trekken naar het westen. Het Duitse leger capituleert. Het is in de eerste dagen van mei 1945 een hoopgevend komen en gaan van de kolonnes door Zeist. De geallieerden hebben al het IJsselmeer bereikt en sturen kolonnes vrachtwagens naar Wageningen om voedsel te halen voor West-Nederland. Elke dag verzamelen de Zeistenaren zich in de dorpsstraten en op het rond, benieuwd naar wat er gaat gebeuren. De Weermacht slaat op de vlucht. Er zijn in die dagen drie Zeister filmers op straat. De heer Van Haafden, mevrouw Stok en de heer Lukien. Met hun laatste rolletjes film draaien ze de gebeurtenissen van verschillende kanten. Het is 7 mei en eindelijk zijn de wegen in de provincie vrijverklaard. Kraai en Van der Burgt hebben het grote bord van het NSB-kantoor in de eerste dorpsstraat gesloopt. En dan is het eindelijk zover. De eerste Canadese tankkolonne komt Zeist binnenrijden. Van Haafden moet zijn best doen om goed zicht op de dorpsstraat te houden. Sommige bewoners mogen meerijden op de hoogopgeladen vrachtwagens. Burgemeester Visser is weer op zijn post en heeft de vlag uit laten hangen. Bakker Lukien van de broedergemeente heeft een trap van huis meegenomen en staat te filmen voor Hermitage. Mevrouw Stok staat op het rond. Ze komt tot de conclusie dat ze daar met haar filmcamera niet veel ziet. Ze loopt bij Figi naar binnen en filmt de Canadezen vanaf de eerste verdieping. De tanks van de Canadese Polar Bear Divisie slaan linksaf naar het slot. Ze verzamelen op de Nassau-Odijklaan. Andere divisies gaan door naar Utrecht en verder naar het westen. Van Haafden is naar de Jagersingel in het Kerkenbos gelopen. Daar komt een kolonne van de Canadese Zeist binnen vanuit richting Woudenberg. En het gaat maar door. Bij Lukien op het rond draait een ander onderdeel de slotlaan op. De Zeister Harmonie heeft zich verzameld en marcheert naar het gemeentehuis om daar voor een enthousiaste menigte de bevrijders een obade te geven.
De geallieerde bevelhebbers laten zich op het balkon van het gemeentehuis met plezier toejuichen. Dag in, dag uit trekken in de tweede week van mei de kolonnes door de dorpsstraten naar het westen. In het Lyceumkwartier filmt Van Haafden hoe de Duitsers hun paarden verzamelen. De verslagen bezetters pakken hun schamele bezittingen bij elkaar en proberen te vluchten. Om de hoek in het bos aan de Oranje-Nassau-laan bouwen de Canadezen en de Engelsen twee grote depots. Eén voor levensmiddelen en één voor brandstof. Zeist is op dat moment het grote brandstofcentrum voor de geallieerden in West-Nederland. Op de Utrechtse weg bij Eikenstein lopen Duitse krijgsgevangenen. Ze moeten via Bunnik en Rijnauwen naar de veemarkt in Utrecht marcheren. Daar is een verzamelpunt voor buitgemaakte goederen. De Duitsers moeten al hun bezittingen inleveren bij de geallieerden. In het voorjaar van 1945 is het dorp Zeist zelfs korte tijd de hoofdplaats van Nederland. Den Haag is nog niet vrij en de geallieerde bevelhebbers treffen hier een centrale locatie met veel kantoorruimte. Ze nemen hun intrek in Veldheim en in Vigy, net als hun voorgangers. De wederopbouw kan beginnen.